Hier wil je echt niet in springen. 3, 2, 1. Hallo lieve gewoon Thomas kijkers en super tof dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video. En ik kan je vertellen, dit wordt natuurlijk niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Ik sta namelijk in een tuin en helaas is het niet mijn tuin en ik sta ook nog eens met 4 dozen. Eerst wilde ik zeggen, dit gaat een hele leuke video worden, maar ik vraag me bij mezelf wel een beetje af of het voor mij leuk gaat worden. Want ik ga namelijk weer de challenge met mijzelf aan. Misschien kunnen jullie nog herinneren dat ik een tijdje geleden in een box ging sliden en dat jullie mochten beslissen welke box dat zou zijn. Hey. Dit brandt echt heel erg. Geen grap. Yep, dat was een hele extreme challenge. En ik dacht, misschien is er wel een opvolger voor deze challenge. En die is er zeker, want ik zag een video van Cam en Jeff. En hun gingen springen in een mystery box. En toen dacht ik me, hoe leuk zou het zijn als jullie vandaag bepalen in welke mystery box ik ga springen. Helaas is deze mystery box niet leeg, want elke ronde gaat Rutger iets in die mystery box doen. En dat kan echt van alles zijn. Het kan iets heel leuks zijn, bijvoorbeeld een knuffelbeer waar ik op spring. Maar het kan ook iets zijn wat ik misschien helemaal niet leuk ga vinden, bijvoorbeeld een stuk glas of zo. En jullie gaan dus via Instagram bepalen in welke box ik ga springen. En ik zou zeggen, laten we heel erg snel gaan beginnen. Ik ga even een ander plekje in deze tuin zoeken, want die zon die wordt me echt te veel. Dit is veel beter. Misschien is het jullie opgevallen dat ik de laatste tijd erg veel mijn Instagram volgers bepalen mijn dagvideo's heb gemaakt. En toen bedacht ik me ineens, dat is een hele goede reden voor een nieuw item in de Gewoon Thomas webshop. Misschien is jullie al opgevallen, ik heb mijn eigen Instagram volgers bepalen shirt. En jullie kunnen dus kiezen tussen huiswerk maken of YouTube kijken en er staat ook nog eens mijn eigen logo achterop. En het allerleukste nieuws is dat ik ook nog eens 2 van deze shirts ga weggeven in deze video, maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Doe even een duimpje omhoog voor deze video, abonneer natuurlijk eventjes en laat jouw keuze achter in de reacties. Huiswerk maken of YouTube kijken en dan maak ik volgende week 2 winnaars bekend van deze t-shirt. Heb je dit shirt nou niet gewonnen, maak je geen zorgen, want je kunt hem gewoon bestellen in de Gewoon Thomas webshop. Ik heb er heel erg veel zin in, dus ik ga maar eventjes naar de stash die ik gehaald heb. Wat vind je van ons trampoline trouwens? Heel leuk, leuk voor balkon. Ik kan niet met z'n tweeën. Nou, ik heb mijn schoenen al uitgedaan, kijk eens, hele mooie voeten. Nu gaan alle mensen waarschijnlijk kijken die een soort van foot fetish hebben. Oh, goed voor de views. Nog een keer laten zien en dan eerst een reclame. Weet je waar ik opeens aan moet denken? Er is dus een website, hè? Ja. Waar je dus voeten van bekende mensen kunt bekijken. Het is heel raar dat ik hier de video eigenlijk mee begin. Misschien komen wij erop. Nou, je kunt dus daar, als je daar... Rutger Vink, dit. Linda de Mol. Oh, allemaal foto's. Oh, met ook informatie over de schoenmaat. Ik ga nu een foto op Instastory zetten. Ja. En daar kunnen jullie dus gaan kiezen in welke mystery box ik ga springen. En ik ga er wel eventjes wat leuks uitzoeken. Ja. Wacht, ik neem jullie anders eventjes mee. Hier heb ik namelijk mijn geheime mystery box stash. We hebben de keuze uit allerlei dingen zoals kwark, eieren, tomaten, muizenvallen. En ook Lego. Dus ik zit even te twijfelen waar ik mee ga beginnen. Maar ik denk Lego. Oh my god, dat lijkt me zo pijnlijk. Welke van de 4 zal ik doen? Mijn geluksgetal is 2. Dus daar ga ik voor. Hier wil je echt niet in springen. Oké, ik heb eventjes jullie hulp nodig, want hier achter mij staan 4 dozen, 1, 2, 3 en 4. En jullie moeten gaan kiezen in welke doos ik zo meteen ga springen. Het is allemaal voor de video die dinsdag om 7 uur online komt. Dus breng je stem uit. Dit wordt zo extreem. Ik ga nu kijken, want de stemmen zijn geteld. 40% voor box 1, 60% voor box 2, 54% voor box 3 en 46% voor de stemmen voor box 4. Dus dat betekent dat het box 2 gaat worden. Ik hoop niet dat je alles in box 2 hebt gedaan. Weet niet meer. Oké, nou ja, ik ga de trampoline erachter zetten. Ik ga en, genieten. Van een hoogte erin springen. 3, 2, 1. Oh nee! Auw, is het serieus? Oh, het is zo pijn! Oh, wat is dit? Wacht. Hij zit vast erin! Oh, dit doet echt... Waarom heb je de Lego ingedaan? Gewoon, die vond ik op zolder bij jou. Ik gewoon een stuk huid los. Nu kom je ook op die voetenwebsite. Ja. Oké, de tweede ronde. Ik denk dat ik even voor iets zachters ga, want ik vond die Lego heel erg zielig. Dus, het worden de tomaten. Heerlijk, die tomaten.
zoo. Nou, als je hierin springt, dan kan je een heerlijke soep maken. Oh, dit doet zoveel pijn! Het was box 3 geworden en het was niet heel erg handig. Dus het is nu tijd voor de volgende ronde, dus laat je keuze weer achter. Het is tijd voor de tweede ronde en ik ga kijken wat de uitslag is. Ik hoop dat wanneer ik in een box spring waar iets in zit, dat Rutger deze ronde wat liever voor me geweest is. Liever? Het is gewoon een challenge. Het heeft niks met liefde te maken. Ja, maar ik had je gevraagd dingen te halen, maar niet alleen dit, maar scherp. Nou, geloof me, als je hierin springt, dan zijn wij goede maatjes. Tomaatjes. Ja. Tomaat. Sinds weer snap je mijn woordgrappen. Omdat iedereen altijd zegt Thomas tomaatje als grapje. Dus tomaat. Nou ja. Oké, de stemmen zijn geteld. Voor box 1 86%. Voor box 2 14%. Voor box 3 38%. En voor box 4 62%. Okay. Ik ga me niet vertellen dat het nu echt toevallig weer in box 1 zit, hè? Ik weet niet. Kijk maar. Dan heb je echt een zesde zintuig. Oké, we gaan springen. Ik doe alvast de warming up. Heel goed van je. Oké, de trampoline is er klaar voor. 3, 2, 1, go! Het zijn tomaten! Stampte, kun je misschien soep maken? Hoe voelt dit? Vies. Heel vies. Maar we gaan ze niet weggooien, dat is zonde. We maken er een tomatensoep van maken. Hij zei dat deze ronde meeviel. Nou, dan ga ik nu even deze muizenvalletjes in elkaar zetten. Oh my god, ik heb er echt een half uur over gedaan, maar volgens mij werkt hij. Oké, dit wordt heel erg. Oké, ik ben nog aanspreekbaar. Het is tijd voor de derde ronde alweer. Kies maar, welke box? 1, 2, 3 of 4? Het is tijd voor de derde ronde, toch? Ja, de derde ronde. Ik heb aan jullie ook nog niet verteld in welke die zit. We weten het ook niet. Nee. Oké, ik ga kijken wat de uitslag is. En dan, ik ben nu al helemaal bang. Merk je het aan me? Ik word er gelijk stiller van. Doos nummer 1 heeft 52%. Doos nummer 2, 48%. Doos nummer 3, 42%. En doos nummer 4, 58%. Dus dan wordt het 4. Ja. Er zit een kip in. Hoor je ook een kip? Ja. Oké, 3, 2, 1. Niks! Yes! Eindelijk! Ik dacht al, als het nu weer klopt, dan heb je echt een zesde zintuig. Nee, jammer. Maar wat zat erin? Ja, wil je het proberen? Muizen vallen! 6. No! Dit had je me echt aangedaan. Zal ik het met mijn schoen doen? Had jij echt mij aangedaan dat ik hierin ging? Het is jouw challenge. Of zal ik alleen meteen erin doen? Nou, ik heb net hem getest en hij ging wel heel hard. Ja? Oh my god. Oeh, ik durf niet. Wacht eventjes. Oh, waarom doe je dat? Gewoon één keer in mijn leven proberen. Ik heb voor deze ronde iets heel toepasselijks, want we hoorden net die kip. Nou, dat komt goed uit, want ik heb hier, hoeveel eieren? 24 of zo? Oh, er zijn er al een paar kapot. Aan het einde van deze video heb ik geen voeten meer over, jongens. Ik wil jullie vragen weer te stemmen, want het is tijd voor de vierde ronde alweer. De stemmen zijn geteld. Spannend. De vierde ronde. De ene laatste ronde. Ja, heel spannend. Doos nummer 1 heeft 48%, doos nummer 2 52%, doos nummer 3 39%, doos nummer 4 61% en doos nummer 5 0. Nou. Oké, dat betekent dus dat het doos 4 alweer is. Doos 4. Nou, doos? Kleine hint, het heeft iets te maken met wat eerder in deze video is voorgekomen. Dus, kom maar mee. 3, 2, niks scherps in, hè? Nou. Ik heb nu al muizen vallen aan mijn tenen gehad. Daar komt ie! Oh nee, stop! 2, 1. Raad wat het is. Niet kijken. Oh, dat is ook leuk om te raden wat het is. Verdomme. Ja. Godverdomme. Dit is echt heel goor. Even poseren. Het is tijd voor de vijfde en dus alweer de allerlaatste ronde. Jullie kunnen weer gaan stemmen en ik hoop dat ik nu niet weer ergens op spring. Mijn voeten hebben al zoveel geleden vandaag. Hier komt de laatste ronde aan. Hij is onderweg naar de dozen. Ja, goed zo. Gaat u maar. Na die vieze eierronde
sluiten we de video wel even af met iets lekkers, toch? Daar gaan we dan, de allerlaatste ronde. Hé, dat was best wel goed getimed. Mooi, Eugene soort van mij. Doos 1, 47%. Doos 2, 53%. Doos 3, 33%. En doos 4, 67%. Alweer 67%. Nou, alweer doos 4 dus. Dat is wel opvallend, hè? Waarom? Maar we eindigen deze video feestelijk. Dat is de hint. Kom. De laatste sprong en ik hoop dat het meevalt. 3, 2, 1. Woep, eeuw! Je hebt die eigen gewoon erin laten zitten. Ja, die ga ik er echt niet uithalen, sorry. Nou, dus ik... Maar dat betekent dat je deze... Bam, 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 bam. Kijk. Oh. Leuk! Nee, dit is... Ik ruik nu helemaal naar slag. Verdamme, nu zit ik onder ei en taart. Nou jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het stemmen. Mag ik een likje? Dit is heel raar als je niet in mijn gezicht gaat likken. Ah, dat voelde echt heel raar. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Ik wil jou bedanken. Nou, eigenlijk niet bedanken voor het helpen. Graag gedaan. En ik zie jullie aanstaan. Oh, vergeet niet eventjes nogmaals een reactie achter te laten. Zodat je kans maakt op een t-shirt. Oeh. En ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer om 7 uur met een splinternieuwe video. PS, volg mij ook. Doei. Au, doei. Ah!